Nou jongens, zo wordt dus een video opgenomen. Leuk hè? Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga vandaag naar Sabrina. Want Sabrina en ik gaan samen video's opnemen. Eentje voor haar kanaal, eentje voor mijn kanaal. Ik ben nu natuurlijk iets minder bezig met video's voor mijn kanaal. Omdat ik aan het vloggen ben. Dus ik heb zoiets van ja, jullie hebben al elke dag een video. Maar er komt alsnog nog wel iets van video's op zondag online. Ik vraag me alleen heel erg af hoe ik dat ga doen in januari. Want eigenlijk moet ik dan nu al vooruit gaan werken. Maar ik ga dat gewoon niet meer redden. Want ik ga over 2 weken op vakantie. Dus ik ga gewoon echt niet meer redden om voor januari video's in te plannen. Dus het kan best zijn dat jullie in januari niet meer 3 keer per week een video zien. Maar in januari ben ik nog wel begin januari in Curaçao. Dus dan ga ik misschien nog wel dagelijks vloggen. En anders een weekvlog. En weet je, dat komt allemaal wel weer goed. Uiteindelijk ga ik wel weer een schemaatje maken. En dan ga ik gewoon weer meer uploaden. Maar het is nu gewoon allemaal even drukke maanden, drukke weken. Dat komt helemaal goed. Ik denk dat jullie alsnog heel veel leuke video's kunnen verwachten op mijn kanaal. Dus dat is super leuk. En ja, in ieder geval, ik ga nu... Oh my god. Ik ga nu in ieder geval lekker ontbijten. En dan ga ik straks naar Sabrina. Ik heb dus de instellingen veranderd van mijn camera. Ik weet niet of jullie überhaupt verschil zien. Maar ik heb het idee dat het wel beter is. Maar het stond ook echt op een instelling. Ik wist niet eens dat die daarop stond. Maar ik heb het idee dat het nu veel... Dat ik allemaal ietsje helderder ben of zo. Normaal was ik altijd... Ik weet niet. I don't know. Ik ben sowieso een beetje aan het spelen met... ook met color grading. Tijdens het editen en zo. Want... Ik wil gewoon dat er iets een beetje wat specialer is aan hoe de beeldkwaliteit is en zo. Dus als jullie daar af en toe een beetje verschil in zien, dat komt dat ik er gewoon een beetje mee aan het spelen ben. Ik moet alweer opschieten. Het is 10:15. Volgens mij moet ik 10:30 de trein. Ja! Hi! Ik ben bij Sabrina! Ja! Oké, dit is best wel raar. Want als jij dan ook zo meteen gaat vloggen, er zijn heel veel mensen die ons allebei kijken. Dat is toch zo gek? Laat hieronder in de reacties achter of jullie beide vlogs... Nou ja, als het goed is, kijken ze wel naar mij. Want ja, maar ook mij, niet. Ja. Heel veel kijken ook naar jou, want ik had het gevraagd onder mijn vlog. En heel veel waren zo van, jou en Sabrina en Melanie. En vanochtend had je de mijne gekeken. En ik, ik kijk echt elke ochtend naar die van jou. Als ik wakker word, volgens mij ben jij de eerste ook die ik altijd aanklik. Ik ben zo aardig. Yay. Ik ben serieus echt zo blij met mijn setting. Met mijn, zeg dat? Film. Instellingen. Mijn instellingen zijn echt veel beter. Leuk om te weten, hè, jongens. Ja, weet ik. YouTube struggles. Lamp in elkaar zetten. Oh, het is niet per se een struggle. Nou, jawel. Nee. Wat een gedoe. Het is irritant. Het is gewoon een gedoe. Fijn dat je het mee vindt vallen. Er zijn ergere dingen in het leven. Dat is waar. Zoals filmen met Pamela. Grappig. Oh, deed het voor jou. Oh nee, we moeten aardig blijven. Hier. Denk even het... Ja. We gaan filmen. Kijk eventjes. Ja, Sabrina heeft het ook al laten zien. Maar we hebben zo'n cute setting. En dan hier de tafel. Te cute. Te schattig. Ik voel me wel een beetje een nieuwslezeres. Ja. Hoi. Welkom bij het nieuws. Welkom bij het nieuws. Hey, maar even just saying. Maar daar ziet het er ook echt cute uit. Ik ben te excited. Ik kan hier niet meer denken. Oké. Ja, let's do this. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb hier een hele speciale gast. Ja! Gewoon lekker gezellig. Ik ga heel even kijken hoe dichtbij het is. Nou jongens, zo wordt dus een video opgenomen. Leuk hè? Ik weet echt niet, hoe blijft dit in godsnaam gaan plakken? Dat vraag ik me echt af. Wacht even hoor, ik moet even... Nou, niet zo. Er komt allemaal water uit. Gadver. Oké, Sabrina en ik gaan eventjes lekker lopen, want we gaan lekker even ergens lunchen. Yes. We hebben nu een plekje gevonden waar we heen willen. En nou, dan gaan we even kijken of dat leuk is. Ik denk het wel. Ik zit weer de hele tijd aan mijn haar. Maar het zit gewoon allemaal niet. Nu zit het goed. Zo. Nou, wij zitten lekker bij Bar Botanique. Ja. En het is echt super, super leuk. En ja, we zijn nu aan het wachten op ons eten. Ik ben echt benieuwd. Oh, ik denk dat ik heb gewoon zoveel honger, dat vraag ik niet meer uit wat ik krijg. Ja, en Tossi is altijd goed. Het is altijd lekker. Dus. Maar dit is hoe het er hier uitziet. Echt super leuk. Ik ga stuk. Er staat op sardientjes uit blik. Eeuw. Vind ik lekker. Nee man. Ugh. Ons eten is er hoor.
Vlogception. Ja, mooi. Hè? Kijk hoe lekker die hamburger eruit ziet. Even serieus. En mijn tosti. Ja, zoveel zin in. Vrienden, ik ga zo meteen naar huis toe. Ik ga mee. Wat gaat er gebeuren? Nee. Ik ga naar huis. Het ziet er zo leuk uit. Als mensen nu allebei onze vlog kijken, dan zien ze dit gewoon van twee kanten. Twee kanten. Ja, Femi gaat naar huis. Het was heel gezellig. Ja, het was zeer gezellig. Ja. En nou, we zien elkaar vast wel weer volgende week of zo. Ja, nog wel voordat ik op wintersport ga, want dan ben ik twee weken weg. Dus we moeten sowieso nog even... Dat komt helemaal goed. Maar dat komt vast wel goed. Oké, nou doei hè. Het was gezellig. Ja. Oeh, ik ben thuis. En ik ben nu serieus gewoon weer eten aan het maken, omdat ik ga zo dansen en ik kan gewoon niet naar dansen gaan zonder iets gegeten te hebben. Ook al heb ik natuurlijk wel om 3 uur wat gegeten. En op zich heb ik nu ook niet zo'n super mega veel honger, maar ik wil toch een beetje eten. Maar het is echt al 5:15, nu moeten we 5:30 dansen. Ik vind het zo'n ontiegelijke rottijd, 5:30, als ik dat even mag zeggen. Het is echt net niet. Was het nou 6 uur, dan was het al beter geweest. 5:30 is net zo'n tijd dat je gewoon te weinig tijd hebt om te eten. En het is gewoon geen fijne tijd. Ik heb trouwens van Sap, ik zal het even laten zien, cadeautjes gekregen. Want wij hebben een Christmas gift swap gedaan. Tenminste, dat gaan we allebei nog filmen. En ja, dus we hebben eigenlijk cadeautjes aan elkaar gegeven. En dat komt dan in de video binnenkort. Ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer, maar die gaan jullie binnenkort op mijn kanaal zien. En dan kunnen jullie zien wat ik allemaal heb gekregen van Sabrina. Ik ben echt super benieuwd. Ik ga het morgen filmen, want ik heb er vandaag geen tijd meer voor. Dus ik ga het morgen even allemaal uitpakken. Nou, ik moet lekker gaan dansen. Oh mijn god, ik dacht echt dat ik alles ging laten vallen. Nou, bye. Nou, ik ben weer thuis en klaar met dansen. En het ging echt slecht vandaag. I don't know, maar ik... ik weet niet, ik zat gewoon een beetje te kutten. En I don't know, het ging gewoon niet zo goed. Maar ik ga zo meteen alvast beginnen met editen voor deze week vlog. Beneden op de bank. En ja, dat ga ik doen. Het is dus alleen een beetje vervelend dat ik begin weer te hoesten. En ik hoopte nou gewoon niet dat dat ging gebeuren. Want volgende week, letterlijk over 1,5 week, heb ik mijn concert van Fontis. En deze hoest kan zomaar 2 weken blijven hangen. En ik wil echt niet dat ik straks niet kan zingen op het concert. Dus een beetje paniek in mijn hoofd wel. Maar goed. Timmy! Hey! Wat is het? Oh, zo'n lief hondje. Oh, zo'n lief hondje. Kijk hoe lelijk hij zo is. Wie van jullie kijkt er naar Harry in de druiventros? Volgens mij niemand. Maar wij vinden het helemaal geweldig. Het is echt de bom. Het is echt zo kut dat het leuk is, zeg maar. Ik vind me alleen maar te irriteren aan die mensen. Maar goed, dat is juist leuk. Komt ie hoor. Je bent onscherp. De druiventros, in de druiventros. Nog even dansen. Druiventros. Yay. Dit programma. Ik wil gewoon zeg maar schieten door de tv. Gewoon. Deze mensen. Even serieus. Mam, nu kan ik je niet meer zien. Zeg even dat we naar bed gaan. We gaan naar bed. We moeten slapen. Ik moet weer even zachtjes zijn. Maar ik ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie hopelijk weer morgen. Doei doei!